Goedemorgen. Ja, het is droog weer na afgelopen nacht wat regen te hebben gehad. Vandaag krijgen we opnieuw te maken met wat buien uit noordwestelijke richting. Houd daar dus rekening mee. Tussendoor schijnt de zon en de temperatuur loopt op naar een graadje of 16, 15 à 16 vandaag. Nou ja, tussen de buien door dus ook zon, zoals ik al zei. Het voelt echt herfstachtig aan. Vanmorgen is een keertje geen mist. Nou, komende avond en nacht dan koelt het af naar een graad of 10. Ook dan vrij stevige buien. Eerst droog, maar later weer buien. En morgen overdag ook dan zeker eerst kans op buien. Later wel droger en dan houdt het op bij een graadje of 13, 14. En over het algemeen een matige wind uit eerst uit noordwestelijke richting, later meer uit westelijke richting. Een hele fijne dag.